Hij moet goed nat zijn. Ja, anders blijft hij niet plakken. Ja! Ja! Ben ik een vrouw of een man? Ja, nee, daar kunnen we toch een ja of nee op zeggen. Ben ik een vrouw? Ja! Ben ik een machthebber? Ja. Ben ik een stripfiguur? Nee. Oh, daarnaast! Ja, fuck! Vind je het eng? Ja, ik vind het wel vrij eng. Maar waarom? Gaat toch goed? Omdat ik denk dat zo'n ding eraf gaat en dan als een soort mislukte helikopter. Kijk eens. Bah! Nou, hé. Ah! Het is een echte mannetjesputter. Wat is dat? Ja, dat is iemand die sterk is, die iets kan. Die leeft van zijn kracht. Zeg je dat ik sterk ben? Ja, hartstikke sterk. Veel sterker dan ik in ieder geval. Ja, ben je een beetje een slapjanus eigenlijk? Ontzettend. Ja? Ik heb totaal geen spiermassa. Ik heb alleen botten. Alleen botten, maar dat krijg je natuurlijk niet van zo'n boekje heel de tijd. Nee, precies. Nee. Ik heb alleen gespierde vingers. En gespierde hersenen. If you don't use them, you lose them. Ja? Ja. We krijgen wel mooie gespierde armen. Ah! Ja. Oh. Kijk, zie, daar was ik bang voor. Leef je nog? Gaat goed? Het is nou vlak langs mijn bril gevlogen. Oh. Nou ja, ik ben ook wel een beetje, moet ik eerlijk zeggen, een beetje overdonderd door jou. Ik vond het wel spannend dat je kwam, hoor, eigenlijk. Oh ja? Normaal lul je iemand er wel eens uit, maar als Maarten van Rossum komt, dan kan je niet, die kan je er niet uitlullen. Nee, dat is heel onwaarschijnlijk dat dat gaat gebeuren. Wow. Dit is toch ook lekker? Dan krijg je toch ook het gevoel dat je... Dat je iets kunt. Ja. En er komt ook een soort opgekropte woede naar boven. Okay. Toch? Heb jij ook zoiets dat je dan om van nee, je... Nee, die agressie die er bij jou nog in zit, is er bij mij al lang en breed uitgecijpeld. Kan je nog druk maken om de mening van anderen? Kijk, de meeste mensen die mij uitschelden zijn zo evident dom dat ik me daar niet echt over op kan winnen. Hé, hey, ik heb de bel gesloopt. Dat is geestig. Heb je dan nu, dat je dan op latere leeftijd, dat je dan ook minder scherp wordt? Of zit je er altijd nog bovenop? Dat weet je zelf niet. Maar ik heb wel aan een aantal mensen gevraagd, wil je me waarschuwen? Als je mij daar ziet zitten op de tv en dat je echt denkt, het kan eigenlijk niet meer. Hij is te oud of hij kwetsbaar. Of... Moet je dan stoppen op je hoogtepunt? Ja, ik weet niet of je hoogtepunt... Mijn hoogtepunt is heel lang geleden al. Ja? Althans, wat ik zelf mijn hoogtepunt vond. Wat is dat? Nou, met 9-11. Ja, dat de hele Nederlandse televisie was gewoon totaal hysterisch was geworden over de Derde Wereldoorlog. En toen dat ik zei, nou, dat is helemaal niet zo, dat zien jullie totaal verkeerd. Het is een terroristische aanslag, dat is heel iets anders dan een oorlog. En toen mocht ik een half jaar niet op televisie. En dat was jouw hoogtepunt? Ja, vond ik zelf wel. Ik had gelijk, dus ja. Ja, en vooral omdat ik de enige was. Je ziet dan ook dat alle andere deskundigen door het ijs zakken. Dat is wel fijn om te zien. Is er ruimte voor nog een hoogtepuntje? Of is het nu alleen maar bergafwaarts? Nou, kijk, nu ik dit gezien heb, dat houthakken, zou het best kunnen zijn dat mijn hoogtepunt wordt. Ja? Ja. Het is nou maar dat klote ding gespleten is. Anders stond je er nog op de ram. Ik ben er klaar mee. Hey, loop jij alvast? Ik kom er zo aan. Ik hou je wel in. And I be the devil. And I be that woman. Zullen we dat aan de kippen geven? Ja, ik heb hier een heel bakje met groen. Ja, maar als dit even los zou bij die kippen, wou je. Dit is voor de compost. And I be the devil. To be that woman, man. Ow! Well, I laid down last night. Laid down last night. I laid down last night. Tried to take my ring. Moet je kijken, wat een prachtvuur. Ja, het ziet er goed uit. Oh, merci beaucoup. Saluti, lekker. Cheers. Nou. Hard gewerkt. Was een vermoeiende dag. Veel gepraat. Ja. Nou, voor mij doen heel normaal.
Ben jij een beetje een romanticus? Ikke. Emma. Ja. Nou, nee, oké. Okay. Dus ik ben zelf, denk ik, niet per se degene die met de romantische gebaren komt altijd. Ik heb wel een keer een foto gemaakt van mijn tieten en die op een kussen geprint. En dat cadeau gegeven voor Valentijnsdag. Nou, wat lijp. Kon die toch een beetje op met slapen, als ik er dan niet was. Oh ja. Nou, dat is toch een leuk cadeau, Maart. Ja, geweldig. Ja. Wil jij geen kussen met de tieten van Emma erop? Ik zou er zenuwachtig van worden. Ja, maar dat vond ik niet per se romantisch. Maar ik hou zelf wel van romantische verhalen en sprookjes waarvan je weet dat het natuurlijk nooit zo gaat lopen. Maar ja, het is toch lekker om te blijven dromen. Dat gaat natuurlijk nooit. Het probleem met sprookjes is natuurlijk dat het verhaal eindigt als het echte leven begint. Hè? En ze leefden nog lang en gelukkig. Heb je even draken moeten verslaan om je vrouw mee naar huis te kunnen nemen? Nee, ik kan het tenminste, ik herinner me geen enkele draak. Het ging gewoon vanzelf. Het balletje rolde voort. En... Maar heb je haar versierd of heeft zij jou versierd? Nee, er was eigenlijk van versieren geen sprake. Nou, dan was het ook niet heel bijzonder. Nee. Waar hebben we elkaar ontmoeten? Op een Sinterklaaspartijtje. Uiteraard. Ik kwam ze bij je op schoot zitten. Helemaal niet. Helemaal niet. Wat speciaal georganiseerd was natuurlijk voor de jonge studentenvereniging en de meisjesstudentenvereniging, opdat zij elkaar kennen, zouden leren kennen. Oh ja, oh ja. Oh, vlinder. Ja, die zit met de dood te bekopen. Zag je dat? Ja, ze vliegen op het licht af. Oh, die vloog in het vuur. Oh. Wel een schitterende dood natuurlijk, hè? Nou ja. Hey, en jij dan, Em? Wat? Nou, met jouw vriend, want jij bent ook al 5 jaar samen met hem. Dat is al toch gauw je halve leven. Ja, voor mij is dat een kwart van mijn leven, ja. Ja. Hoe is dat gegaan? Is hij van de televisie ook? Ja, hij is regisseur en ik werkte bij BNN en toen werkten we samen. En toen op een gegeven moment toen dacht ik, ik ga jou proberen te regelen. Dus toen kwam ik met dat kussen. Met je tieten erop. Ja, nou, dat was wel gelijk een goeie. Daar heb je hem mee versierd? Nee, dat was pas een tijdje later. Maar ik heb hem denk ik versierd met mijn overtuigingskracht. Ja. Oh ja. Echt. Ja, ja. Ja, echt. Klinkt goed. Ja. Ik kan dat wel. Ik kan mensen wel overtuigen van dingen. Ja, ik herinner me niks van mijn eigen overtuigingskracht. Nee. Nee. Kan je op late leeftijd nog dingen aan jezelf veranderen? Nou, alleen onder druk denk ik sowieso. Denk ik dat je na een bepaalde leeftijd alleen onder forse druk en sterk veranderde omstandigheden kun je wel anders gaan gedragen. Als je leven min of meer normaal verloopt, dan is er weinig reden om jezelf in grondig te veranderen. Heb jij dingen die je aan jezelf wil veranderen? Ja, ik zou wel willen dat ik minder onrustig ben. Gewoon qua alles. Alles moet altijd snel bij mij. Ja. Ja, dat is niet verstandig. Nee, maar ja, goed, wat doe ik eraan? Ja, dat zit toch. Had je dat als kind ook al? Ja. Ja, dat zit er dan toch wel waarschijnlijk diep in. Aangezien ik typisch voorbeeld ben van iemand die altijd alles even langzaam heeft gedaan. Maar heb je dan haast? Of, Ik weet ook niet. Ik denk niet dat het per se haast is, maar het is gewoon een soort gebrek aan geduld. Ja. Gebrek aan focus. Aan rust, denk ik. Ja. Ik zou het niet prettig vinden als ik het gevoel steeds had dat ik dingen snel moest doen. Oeps, het is ineengestort. Nee, dat komt goed. Oké. Kijk uit voor je haar. Ja, vlindertje. Mama. Vlindertje. Al dat hakwerk is niet voor niks geweest. Zo. Maar je problemen gaan dan ook nu de lucht in, hè?